Nieuws in 1 minuut. Zo'n 100 schaatsers hebben gisteren meegedaan aan de eerste toertocht op natuurijs in Overijssel. Deelnemers konden 50 of 100 rondjes schaatsen op de schaatsbaan van IJsclub Ons Genoegen in Gramsbergen. Bewoners van de wijk Hierike-Eelze zijn tevreden over het gesprek met bestuursvoorzitter Paul van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Het gesprek werd gehouden na klachten uit de buurt. Bewoners van de wijk voelen zich na enkele incidenten geïntimideerd door bewoners van het AZC. Het gerechtshof in Arnhem heeft een man uit Almelo veroordeeld tot 5 jaar cel voor zijn aandeel in een schietpartij in Hengelo 1,5 jaar geleden. De straf is in hoger beroep gelijk aan die van de rechtbank. Het gaat om de zoon van de man die in het stadhuis van Almelo 4 jaar geleden een wethouder en 4 ambtenaren gijzelde. De vrieskou zorgt voor aanhoudende ijskoorts en veel schaatsers kunnen niet meer wachten. Maar door veel mensen moet er gewerkt worden. De weekmarkt gaat door, schoonmakers hebben geen ijs vrij en het werk op de bouw gaat ook door.